In Tiel, dat weten jullie niet, maar ik wel, daar staat een park. En in dat park staan twee beelden. Eén van Apollo en één van Diana. En die staan zo naar elkaar. Al jaren, geloof nou, komt Jomanda in de blauwe soepjurk, die komt dat park binnen. En die loopt zo naar die beelden en die denkt, ja, hey, die beelden die staan hier al zo lang stil. Dus wat doet ze? Die straalt ze gewoon helemaal tot leven, weet je. Dus die twee beelden, ah, we leven, komen meteen op elkaar af. Wow. En je man denkt bij de rij, nou, die beelden hebben natuurlijk wel meer te doen dan alleen maar kletsen. Dus die gaat even 40 meter verderop op een bankje. Naar de vogeltjes luisteren. Na 20 minuten denkt ze, nou, het is nou wel genoeg geweest. Ik zal eens even kijken wat ze aan het uitvoeren zijn. Dus ze loopt terug, ziet ze dat beeld van Diana zo zitten. En ze hoort ze die Apollo roepen. Nou, jij die duif vast, dan kak ik hem eens een keer flink op zijn kop. Er gaat een Belg. Echt waar, is een waar verhaal. Dat is geen grap. Er gaat een Belg die gaat vissen op het ijs. Dus wat neemt hij mee? Een viskoffer, een hengel en een bijl. Want hij moet nu gaan wakwakken, wakhakken. Dus hij loopt zo over de ijs. Het is een beetje glad. Hij zet zijn hengelkoffer neer, legt zijn hengel neer. En hij wil aanhalen om een gat te hakken, jongen. Hoort hij in één keer een stem? Hier zit geen vis. Maar wat is dat? Hallo, is er iemand? Hallo, is er iemand? Hallo, meneer? Nou, ze nemen mij hier in de maling. Hè. Dus hij pakt zijn viskoffer en zijn hengel en zijn bijl. En dan gaat hij verder lopen. Hè. Het is nog steeds glad. Hij denkt, ah, dat hier is een goede stukje. Hè. Hier zit wel vis, hè. Ik weet het zeker. Hij zet zijn koffertje neer, hij legt zijn hengel neer, hij pakt zijn bijl, jongen. Nou, hoort hij weer die stem? Hier zit geen vis. Hallo, is daar iemand? Kijkt hij naar boven? Lieve heer, zeg jij dat? Nee, dat ben ik, de omroeper van het Tielstadion. Ik werk dus in de bar. Komt er van de week een man bij mij in de bar en die zegt: goedemiddag jongeman, mag ik van jou 12 whisky? Dus ik kijk hoeveel mensen er nog aankomen. Er komt niemand aan, hij zit helemaal alleen. Ja, klant is koning. Ja, dat kan toch elke barman. Dus ik begin die whisky zo in te schenken. Zeg, alsjeblieft meneer, 12 whisky. En hij begint. Ik zeg, god meneer, ik wil me nergens mee bemoeien, maar ik doe het toch. Waarvoor drinkt u eigenlijk in godsnaam in uw eentje 12 whisky? Dat zal ik jou vertellen, jongeman. Ik heb vandaag mijn eerste orale sekservaring gehad. Nou, gefeliciteerd. Om dat nou te vieren samen met u, als u die 12 op hebt, krijg je van mij de 13e voor niks. Hij zegt, nou jongen, als ik met die 12 die smaak niet aan mijn bek krijg, dan helpt die 13 ook niet meer. De jongen wordt 16 jaar, zegt tegen zijn vader, god pap, ik wil eigenlijk wel eens lekker op stap. Nou, zit hij dus goed, jongen. Maar wel om 11:30 thuis. Nou, natuurlijk. Dus wat gebeurt er? Die jongen komt om 2:30 thuis. Die vader zit op de bank, wit heet. Wat maak jij me nou? Nou, zegt die jongen, pap, ik moet je wel vertellen. Ik ben een man. Ik heb vanavond voor de eerste keer seks gehad. Nou, zegt hij, dan gaan we vieren. Pakken we een fles bier. En dan gaan we lekker op de bank zitten en dan vertel je me alles. Nou, zegt die jongen, die fles bier wil ik wel hebben, maar daar zitten ze al even niet aan. Rijdt een man helemaal dronken, rijdt in zijn witte Porsche naar 180 over de A2, hè. Wordt hij in één keer aangehouden door een witte Porsche. Zegt die politieagent, meneer, wilt u even uitstappen? Ja, die man stapt uit, weet je wel. Helemaal zat. Zegt die politieagent, wilt u even blazen? Ja, zul je nog blazen, maar ik heb helemaal niet gedronken. Ja, hoor. Net op het moment dat hij wil blazen, gebeurt er op de andere kant van de snelweg een gigantisch ongeluk. Klabam, een vrachtwagen, 3 auto's, een kinderwagen, noem maar op, alles op elkaar. Dus die twee agenten die spurten die snelweg over naar het ongeluk. En die vent denkt, hey, en een blaastoestel en ik ga naar huis. In de auto, naar huis. Lekker slim. 2:00 s'nachts. Hij van de trap af. Staan er 2 agenten voor zijn deur. Hij zegt, goedenavond heer, kan ik u misschien helpen? Ja, goedenavond meneer. Bent u vanavond aangehouden in uw witte Porsche op de A2? Nee, ik niet. Ik ben heel avond thuis. Ik lag om 10:00 al in bed. Kunt u mij dan misschien uitleggen wat dat blauwe zwaailicht op uw auto doet? Ja.
Thank you.